Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag. Het afgelopen weekend hebben weer eens honderden mensen het gehoor gegeven aan de oproep zich te laten vaccineren. Volgens Dinesh Gokul werd gerekend op 4000 mensen om te vaccineren in het weekend, maar dat aantal werd niet gehaald. In totaal werden het afgelopen weekend op het terrein van de KKF 3303 personen gevaccineerd. Om veel meer mensen te vaccineren wordt nu geëvalueerd als dit traject en deze vorm van het laten vaccineren voortgezet zal worden. Er zijn dus voornemens om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Vooral van wat de regering heeft aangegeven dat we moeten bereiken, de 60-plussers. Die willen we zoveel mogelijk bereiken. En de 40-plussers die met comorbiditeiten, die willen we ook graag bereiken. Er zijn nog voldoende vaccins om deze groep te vaccineren. Er zijn nog voldoende vaccins en we hopen dat we binnenkort ook over een eerstvolgende lading kunnen beschikken, zodat we vloeiend kunnen overgaan naar de volgende groepen. De organisatie van de vaccinatiedag op zondag 21 maart lag in handen van de bedrijven VSH en Asuria. Gregory Tayapin is als vrijwilliger namens de VSH-groep. Hij geeft aan hoe het eraan toe gaat. De mensen komen naar binnen en voor degenen die niet aangemeld zijn, die komen naar onze tafel en dan registreren we ze en dan mogen ze hun weg verder vervolgen. Ze krijgen een nummer wanneer ze naar binnen komen en alles gaat via een nummersysteem en dat loopt vlot en dan word je opgeroepen en dan word je gevaccineerd. Ik heb net begrepen, hou me te goede hoor, was het al rond de 800 of 900 mensen al. Ja, dus het gaat goed. Maar ja, dat kan ik niet met zekerheid zeggen, want wij krijgen maar een deel naar binnen. Heel wat mensen die zich niet geregistreerd hadden, konden zich ook laten vaccineren op de dag zelf. Uit de vele reacties van de burger is te merken dat men zich bewust laat vaccineren. Voor mijn eigen best wel en gezondheid natuurlijk. En dat ik dan weet dat ik mezelf heb beschermd tegen die COVID. Het is een, hoe zeg je het? Een kans om te kunnen vaccineren, dus ik neem de kans nu om te vaccineren. Is het om de kans alleen? Ja, voor de gezondheid. Hè. We vaccineren waarvoor? Omdat ik van plan ben om op reis te gaan. Dus ik moet mijn vaccinatie hebben. Denk u dat als u eenmaal bent gevaccineerd dat u veilig bent? Ik denk het wel, ja, ik denk het wel. Voor alle zekerheid en ook voor het feit dat je dus niet ziek hoeft te worden. Nou, omdat ik gezond wil blijven. Is dat alles? Omdat ik geen corona wil krijgen. Heeft er niets te maken met uw naasten? En ook met mijn naasten. En ik wil blijven reizen. Het is bescherming voor Suriname, voor mij zelfs en voor iedereen in Suriname. Om mijn familie te beschermen, om mezelf te beschermen. En ik ben medisch student. En als ik binnenkort boodschappen loop, moet ik mijn patiënten ook beschermen, toch? Voor de veiligheid voor mezelf en voor anderen. Omdat ik gevaccineerd wil worden tegen die COVID. Ik denk dat het het veiligst is. En ik denk ook aan mijn medemens. Omdat het noodzakelijk is. Het is een ziekte die dan weg moet gaan van de wereld zelf. Omdat ik dus een vrij wil reizen. En ik wil anderen niet ziek maken. Om mezelf te beschermen en anderen ook. Zodat hij support betreffende het COVID, dat hij beschermd is tegen de COVID-19. Meneer, het is een wereldwijde pandemie en je volgt nieuws van de hele wereld, hoe besmettelijk het is. Ik wil ook beschermd zijn voor mezelf en voor mijn medemensen. Ik vind het vaccineren erg belangrijk, ja. Heb je een boodschap naar de mensen die nog gevaccineerd moeten worden? Zeker wel. Ik raad ze aan om gewoon positiever over te denken en kom je laten vaccineren? Mensen komen jullie laten vaccineren. Het is zo makkelijk, het is zo mooi geregeld allemaal. En het gaat ook zo snel. Nou, ik roep iedereen op om zich te laten vaccineren, zodat ons volk gezond kan blijven. En dat we corona voor elkaar voorkomen.
Oh ja, ik zou het willen zeggen, begrijpelijk dat sommige mensen twijfelen. Ik leid ook een vereniging en daar heb je twijfels omdat er allerlei berichten verschijnen. Maar het feit is, als je bent gevaccineerd, heb je dan vast een winstpunt en je bent de anderen voor die zitten te twijfelen. En als je COVID krijgt, ben je weg. Ja, kom en doe het. En het is complimentjes aan de organisatie, want het is goed georganiseerd. Ik zou zeggen, wees niet bang. Kom je vaccineren. Het doet helemaal niet pijn. En ik voel me prima tot nu toe. En ja, ik zou zeggen, denk ook aan je medemens. Denk niet alleen aan jezelf. Denk aan de rest. Het is heel... het doet bijna niets. Ja, je moet niet bang zijn om te vaccineren. Iedereen moet gevaccineerd worden. Ja, mensen, jullie moeten niet bang zijn. Komen jullie vaccineren? Er is niks aan de hand. Ik heb een zoon in Holland die corona heeft gehad. Ik ben er zelf naartoe gegaan, want hij lag in de IC. Met alles erop en eraan. Ik heb hem bijna verloren. Dus ik zou zeggen, gaan jullie allemaal. Want hij is jong en gezond. En toch heb ik hem bijna verloren. En hoe gaat het nu met hem? Goed, alleen ik zijn nog niet helemaal, hoe noem je dat? Zijn evenwicht en zijn longen. Hij heeft heel veel littekenen weefsel. En ja, hij kan nog niet echt goed functioneren. Kijk, ik lees via de media dat veel mensen het overlaten aan God daarboven. Hè? Maar ik zou toch ook een beroep op die mensen willen doen. Hè? Om je te laten vaccineren. Want soms kan je geloven in God. Natuurlijk heeft ieder zijn recht om te geloven. Maar vaccineren helpt toch wel veel beter. Het is bewezen in de wereld. Vooral als je kijkt naar Israël. Hoeveel mensen daar weer echt beter zijn geworden. Dus ik zou iedereen oproepen. Ook al heb je een religieuze opvatting. Laat dat terzijde. Want dit is erg belangrijk. Want je kan met je religieuze opvatting zijn. Als je niet laat vaccineren, kan je anderen ook ziek maken, snap je? Dus dat is belangrijk dat de mensen zich laten vaccineren. Ik denk dat je dat niet zal kunnen voorkomen uit alle richtingen. Alleen moet men hun verstand wel gebruiken. Er zijn ook zoveel oproepen van zeer gerenommeerde bedrijven. Als je vandaag hier ziet, Kota, Asuria, al deze bedrijven gaan toch zich niet bezighouden als iets niet goed is. We moeten ons verstand gebruiken. Fake news ga je blijven kijken. Maar je moet eraan denken dat als je bent gevaccineerd, dat je veilig staat in elk geval. En daar moeten we op ons aanhouden. Niet op andere berichten. Want als je te veel naar berichten luistert, kom je ook niet klaar. Stop met het verspreiden van fake berichten. Ga naar de who.com en haal de juiste informatie daar. Ik denk dat iedereen voor zich moet weten. En je moet je niet laten leiden door wat je allemaal hoort. Maar kijk wat er allemaal om je heen gebeurt. Want nog steeds hebben we in Suriname geen enkel geval die problemen heeft gehad met deze vaccinatie. Dus dat moeten we zo blijven houden. Dus ik roep iedereen op om zich te vaccineren. De lockdown wordt niet opgeheven, zegt minister Omar Ramadan van Volksgezondheid naar aanleiding van een bericht dat circuleert op social media. In het bericht wordt gesteld dat de regering de opties bekijkt om het uitgaansverbod op te heffen. Dit zal niet gebeuren omdat de lockdown zeer belangrijk is bij het tegengaan van de verspreiding, legt Ramadan uit. We mogen geen mass-events en grote bijeenkomsten hebben in ons land. Met deze woorden doelt de minister op de activiteiten rondom de viering van het Pagwa-feest.
Er is een bericht verschenen in de media waarbij aangegeven wordt dat de regering mogelijk over zou gaan tot opheffen van de lockdown. En dat dat bediscussieerd zou worden. Ik ben even voor mezelf nagegaan waar dat gesteld zou zijn. Maar voor zover ik me kan heugen heb ik dat nimmer gesteld. De lockdown, heb ik steeds keer op keer gezegd, is voor ons zeer cruciaal. Het heeft ons, enorm veel winst opgeleverd. En ik wil dat even wegnemen omdat men een link maakt naar bijvoorbeeld een groot feest welke opkomst is. Of een gedenkdag zoals Pagua. En men denkt dat de regering dan gaat opheffen, zodat mensen vrij kunnen gaan feesten. Laat me dat duidelijk stellen, dat de regering niet overweegt om die lockdown op te heffen. We zijn juist heel blij met die lockdown. Wij zijn juist zeker dat het nachtleven daardoor onder controle is. Het intieme, welke in het nachtleven plaatsvindt, welke als superspreader kan zijn, een superspreading moment kan zijn, dat wij dat nog onder controle hebben. Dus vooralsnog geen opheffen van lockdown. Laat me dat duidelijk stellen. Het tweede is dat men over Pagua heel veel twijfels heeft. Aanstaande maandag komen we met een statement vanuit de regering. Ik moet het nog bespreken. Maar we moeten ook met z'n allen beseffen dat superspreading events ook nu in die gunstige situatie de aanzet kunnen zijn en de prikkel kunnen zijn voor een derde golf. We zijn nu bezig, u ziet het, u ziet wat de inzet is hier van de mensen om zoveel mogelijk de mensen te beschermen. Iedereen wil die bescherming, iedereen wil een normalisatie. Maar wacht even, want Pagua in grote dingen, ik zie allerlei events georganiseerd worden, ik keur het af. En we gaan het 100%, we gaan 100% alles eraan doen dat mensen in huiselijke sfeer, nou, mag je Pagua vieren. Ik ben ook hindoe, je mag mijn Pagua vieren. Maar ik zal niet toestaan dat er evenementen georganiseerd gaan worden. En ik denk dat de regering dat ook kan begrijpen en moet begrijpen. Dus maandag aanstaande kom ik met een statement over Pagua. En we zullen alle onzekerheden daar op dat moment wegnemen. Omdat die link onterecht gelegd wordt met de regering dat wij Pagua willen faciliteren. Dus laten we daar duidelijk in zijn. Volgens onze gezondheidsminister kan het vaccineren sneller. We zouden naar 10.000 per week moeten, deelt hij mee. Het systeem dat hier toegepast wordt, gaan wij ook in de districten moeten toepassen. Er zijn wel genoeg doses. Er is op dit moment nog eens 80.000 doses van AstraZeneca onderweg. Ik wil de samenleving oproepen. Bent u thuis? Behoort u tot de risicogroepen? Hebt u al geregistreerd en u behoort tot de groep 40 tot 60 jaar met onderliggende ziektebeelden? En dat zijn de meest gangbare, suikerziekten, nierziekten, hoge bloeddruk, overgewicht en andere onderliggende aandoeningen. En bent u 60-plusser, maar ongeacht de onderliggende aandoeningen en hebt u geregistreerd, maar u bent nog niet teruggebeld, dan mag u zich gewoon aanmelden bij het KKF. Ook al hebt u zich nog niet geregistreerd, mag u zich ook aanmelden. Ik wil wel duidelijk stellen, 40 min, iedereen die onder 40 jaar is, behoort niet tot de prioriteitsgroep op dit moment. Dus die mensen moeten nog even wachten, we weten het, iedereen popelt. Als we dat hadden gezegd, zou het hier zo druk zijn, want we weten hoe graag die groep weer gevaccineerd wil worden. En ik snap het ook, maar de mensen boven 40 jaar sowieso, met onderliggende aandoeningen en 60 jaar, ongeacht aandoeningen, die zijn hier van harte welkom. De organisatie is goed voorbereid. Er zijn continu mensen die gaan en komen. U gaat het zelf zien als u buiten staat en filmt. De mensen komen en gaan omdat het een goede flow is. De mensen komen, je moet er wel rekening mee houden dat het denk ik een uur op zich kan duren. Of 1 tot 2 uur afhankelijk van de drukte. Maar het is worth waiting, zeg ik. Het is het wachten waard. Omdat die bescherming nadat je van hier wegloopt, jou eigenlijk veel meer garanties biedt dan gewoon thuis te blijven. Dus komt u, neemt u die informatie. Ook hier zijn er alleen doktoren, verpleegkundigen. Als u hier ook geïnformeerd wenst te worden, ik kan u garanderen dat er mensen hier zijn die die onzekerheden gaan ook kunnen wegnemen. Dus we hopen erop. Ik zie vandaag Staatsolie VSH die ondersteunen. Ook met dank aan deze organisaties, omdat het heel belangrijk is dat het bedrijfsleven, die door het afgelopen jaar heen zoveel schade heeft ondervonden, ook beseft, je ziet het, men beseft hoe belangrijk het is ook om een bijdrage te leveren om over te gaan tot een stukje normalisatie als we onze populatie snel kunnen beschermen. Mijn wens, en dat heb ik al kenbaar gemaakt aan de organisatie, en we gaan er alles aan doen om de volgende week in de districten ook aanwezig te zijn. En ik heb me laten vertellen dat het wordt het westelijk deel,
Maar ik wil ook graag dat we naar Wanica gaan komen wijnen. Feitelijk overal. En de volgende week zijn we ook met een team van het ministerie in het binnenland. En echt wel in het binnenland. Waar wij met het traditioneel gezag ook gaan praten om de motivatie bij die groep teweeg te brengen. Er zijn wat beperkingen daar, afstanden, logistiek. Maar we gaan praten met het Medische Zendinstituut vandaag ook hier. Dus ook hier zie je dat ze worden ingewerkt. Dus dat. En uiteraard, alle districten in de kustvlakte, overal in Suriname moeten we feitelijk terecht. Maar daarvoor is er een goede organisatie voor nodig. Dus de volgende week proberen we dit model misschien in kleiner formaat te kopiëren naar de verschillende districten. Want ook de districtsmensen die moeten gevaccineerd worden. Epidemioloog Dr. Ingrid Krishnadat doet een dringende oproep naar de samenleving. Motiveer de ouder in je familie, motiveer de ouder in de tehuizen, laat vooral die groep zich gauw laten vaccineren. Aldus Dr. Krishnadat. Wel, ik wil een oproep doen dat mensen hun ouderen in hun huis, in hun familie en hun dingen motiveren om zich te registreren voor vaccinatie. En dat ze zich willing verklaren om gevaccineerd te worden. Het vaccin werkt goed om ernstige ziekten te voorkomen. Dus waarom zou je jezelf het risico laten lopen om ernstig ziek te worden als er iets is om dat te voorkomen? En het vaccin is nu beschikbaar voor ouderen. Dus ouderen, registreer je. En ja, dat is wat ik wil zeggen. En dan hebben we met de oproep van de epidemioloog het weer gehad voor deze aflevering van het COVID-19-journaal. Voor een nieuwe aflevering verwijs ik u naar woensdag aanstaande via dezezelfde zender. Tot dan!